De Wegenautoriteit Suriname voert momenteel asdrukcontrole uit op de geasfalteerde wegen. Deze inspecties worden in verschillende districten uitgevoerd, met uitzondering van Paramaribo. Gisteren was Brokopondo aan de beurt. ATV's nieuwsdienst was daar aanwezig en sprak onder meer met Kishen Wiertu, medewerker van de Wegenautoriteit. Kijkers, we bevinden ons nu in Brokopondo. Brokopondo Centrum, alwaar er de weging plaatsvindt van de tonnage van vrachtwagens. We gaan zo meteen praten met de verantwoordelijke persoon die zich bezighoudt met de weging van de tonnages hier. Zoals u zelf ziet is er een actie op dit moment en we gaan op zoek naar meer informatie hierover. We zijn bezig met aslastmetingen, controle eigenlijk, merendeel. Omdat er in Suriname eigenlijk, we merken dat er een heleboel zwaar verkeer, zwaar vervoer eigenlijk op de wegen over de hele wereld, zowel binnenland als in de stad, bereden worden. En bij wet is eigenlijk een aslast toegestaan van 8 ton per as. Dus een auto mag eigenlijk, of een vracht, mag per as maar 8 ton zijn. En maar tijdens de controlemetingen merken we dat we boven de 16 ton zelfs metingen hebben. En dat is dus vandaag bij Klaas gereden dat we dan een controle uitvoeren. Volgens Wiertu worden verkregen informatie verzameld door de Wegenautoriteit. De bedoeling is om de bevolking bewust te maken van de schade die aan de wegen wordt toegebracht door overbeladen vrachtwagens. In de nabije toekomst wil de Wegenautoriteit samen met het parlement en de regering wetten maken op dit gebied. Wiertu heeft een belangrijke waarschuwing voor in het bijzonder de bestuurders van zwaar materieel. Let op de belading. Dat is heel alvast eentje, want het moment een vrachtwagen of een zandtruck of houttruck het is, het moment één as boven de 8 ton is minimaal op een bepaalde weg, creëert dat als schade in zoveel malen sneller op de wegen. En dat zien we ook al in Suriname. Zoveel verzakkingen in de wegen en gaten die optreden allemaal, vooral in de regentijd. Dus wat wij willen meegeven is dat we gezamenlijk willen werken om te kijken wat voor oplossingen we kunnen krijgen of aanbieden, zodat we uiteindelijk onze wegen langer kunnen meenemen in plaats van 3-4 jaar, dat we tenminste 7-8 jaar of 15 jaar kunnen meegaan met onze wegen. En daardoor dat we dan minder kosten hebben aan onderhoud, zodat ook mensen als burger weinig hoeven uit te geven aan de onderhoud voor dit. Tot zover Kishen Wiertu, medewerker van afdeling planning van de Wegenautoriteit Suriname. Dit instituut voert momenteel een landelijke asdrukcontrole uit op de geasfalteerde wegen. Daarbij worden overbeladen vrachtwagens in kaart gebracht. De bedoeling hiervan is om te geraken tot regelgeving hierover.